Maar was je dan bang voor? Ja, dat je weer rake klappen gaat krijgen met bepaalde voorwerpen. Ja. En je bent dan nog jong, dus die dingen gaan wel pijn doen. In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 80.000 mannen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Dat zijn bijna evenveel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers. Maar voor die mannelijke slachtoffers zijn maar 37 opvangplekken, tegenover meer dan 400 voor vrouwen. Hoe komt het dat er zo weinig opvangplekken voor mannen zijn? En hoe is het om daar te wonen? De 21-jarige Rashid woont nu 10 maanden in zo'n huis en kan me daar meer over vertellen. We ontmoeten elkaar op een toepasselijke plek voor opgekropte woede. Een rage room. Oké, en we hebben afgesproken op deze anonieme plek, zodat we niet zien waar je precies woont in een mannenopvang. Kan je mij vertellen hoe je daar terecht bent gekomen? Ik had veel problemen thuis. Vooral met mijn moeder. En ik werd veel geslagen en dat voornamelijk gewoon in mijn jeugd en zo. Dus de band was er ook sowieso niet. En op dat moment was ik gewoon aan het slapen en ben ik gewoon het huis uitgezet midden in de nacht. Zij heeft jou toen op straat gezet? Ja, ja. Oh jeetje. Ja. Dan heb ik een tijdje in een werkbusje geslapen en vervolgens ben ik gewoon naar mijn zus gegaan. Heb ik daar ook een half jaar geleefd en vervolgens was er een bekend iemand van mij die me had doorverwezen naar Cadera. De mannenopvang? Ja, en toen had ik hun gebeld, had ik een gesprek met hun en toen kon ik daar best wel snel terecht. En was jij de enige thuis die daar last van had? Nee. Eigenlijk het hele gezin die daar? Ja. Hoe ging je daar dan destijds mee om? Als je werd geslagen of als je een heftige ruzie had, wat deed dat met jou? Op een jonge leeftijd krijg je niet zoveel. Maar hoe ouder je wordt, je bent ook al een beetje gewend en zo. Dus je weet al wat je kunt verwachten. Hmm. En ja, dan doen de klappen sowieso wat minder pijn. En de dingen wat wordt gebruikt. En je verzet je ook een beetje. Gewoon niet dat ik mijn moeder zou slaan of iets of wat dan ook. Maar dan pak ik het vast of zo. Of, maar wat bedoel je dan het? Voorwerpen en zo. Dus je werd ook geslagen met die dingen? Ja. Oké, dus eigenlijk ontwikkel je een soort van overlevingsstrategie binnen je eigen huis. Ja. Jeetje. Ja, ik kan het natuurlijk helemaal niet voorstellen, maar ergens denk ik, als het zo onveilig is, dan zou ik misschien weg willen. Of dan zou ik zelf uit huis gaan. Of wat zorgde ervoor dat je dan niet weg was gegaan? Ik kan niet echt ergens terecht of zo. Dus je wilt ook niet andere mensen mee lastigvallen of zo, dat je van plek naar plek gaat en zo. Want je bent wel afhankelijk van je moeders huis en van je moeder zelf. Want je kan niet koken, je kan niet je was doen, je kan niet niks. Je wil gaan slapen en zo. Dus dat is je kan niet zomaar op straat gaan staan. Ja, klopt. Nee. En jouw omgeving had die door wat er bij jou thuis gebeurde? Ja, in eerste instantie niet. En later vertel je dat en dan komt ook als een shock binnen bij hen. Ja, hoe reageerden zij dan? Omdat ze dat niet hadden verwacht of zo. Omdat mijn moeder dan, als ze hem zien, altijd heel lief, leuk, aardig is. Maar ik zat 2-3 gezichten. En destijds met je klasgenoten, kon je het aan hun vertellen? Nee, maar op de basisschool en op de middelbare school zijn er wel gewoon momenten geweest dat je gewoon met de blauwe ogen en zo naar de basisschool en zeggen dat je tegen een lantaarnpaal bent aangeknoopt. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat het eigenlijk nergens op sloeg. En op de middelbare school, dat je met krassen op je gezicht en zo en in je nek en al dat soort dingen moet vertonen op school. En dan vragen ze wat er aan de hand is en dan zeggen ze dat je hebt gevochten, maar is altijd wel een beetje beschamend. Maar geloofde ze dat dan? Nee. Mijn mentor toen destijds, die geloofde dat niet. En toen ben ik met hem gewoon in gesprek geweest. Had ik hem gewoon die situatie uitgelegd. Hij wou actie ondernemen, maar dat durfde ik toen destijds niet. Waar was je dan bang voor? Dat je weer rake klappen gaat krijgen met bepaalde voorwerpen. Ja. En je bent dan nog jong, dus die dingen gaan wel pijn doen. Straks smashen we de hele Rage Room kapot. Maar eerst heb ik een gesprek met Jeroen, de directeur van de opvanglocatie waar Rashid nu tijdelijk woont. Hoe kan het nou eigenlijk dat er zo'n scheve verhouding is tussen het aantal opvangplekken voor mannen en vrouwen? Dat heeft alles te maken, denk ik, met het feit dat er veel minder aandacht is voor mannen die slachtoffer zijn. En dat heeft, denk ik, weer alles te maken met het maatschappelijke beeld van mannen, of het traditionele beeld van mannen. Mannen kunnen geen slachtoffer zijn, die moeten sterk zijn en het is dus ook een groot taboe
als een man om je te uiten als slachtoffer. En precies dat gedrag maakt dat het voor mannen heel moeilijk is om te laten zien dat ze slachtoffer zijn en hulp te zoeken. En waar merk jij dat stigma aan? Ja, ik merk dat vooral aan het feit dat als ik met hulpverleners of met andere organisaties of zelfs internationaal met andere organisaties praat, dat waar het over huiselijk geweld gaat, het eigenlijk altijd gaat over mannen als pleger van het geweld en over vrouwen als slachtoffer. Oh ja. En nooit andersom. Bij organisaties en bij... Ja, dus ook als je gewoon in Europees verband... Ik ben vrij recent naar een conferentie geweest over huiselijk geweld, waar allerlei organisaties kwamen die slachtoffers helpen. Ja, daar ging het toch bijna alleen maar over mannen als plegers en vrouwen als slachtoffers. Maar het verbaast me wel dat dat stigma ook binnen de hulpverlening en de soort van de cijfers liggen er niet om. Nee. Dus hoe kan het dan dat het zelfs daarin doorcijpelt? Ja, hulpverleners zijn net mensen, zou je zeggen. Ja. Dus die opvattingen die je overal in de maatschappij ziet, die hebben natuurlijk ook heel lang bij hulpverleners een plek gehad. En gelukkig is dat aan het veranderen en zie je dat zeker in gespecialiseerde organisaties zoals wij of organisaties die zich bezighouden met het opvangen van slachtoffers, dat dat beeld wel aan het veranderen is, maar dat gaat gewoon heel langzaam. Dan heb je het over, stel er wordt een politiemelding gedaan en ze komen kijken, dat dan aan wordt genomen dat het man eerder slachtoffer is? Ja. Er wordt dan sneller aangenomen dat de man de pleger is. En het is moeilijker, en gelukkig zie je ook daar langzamerhand wel wat aandacht voor ontstaan, maar moeilijker om voor mensen om aan te nemen dat die man dus ook het slachtoffer zou kunnen zijn. Tijd voor Rashid om er even wat boosheid en frustratie uit te gooien. Deze vorm van woede uiten is aangeraden door zijn hulpverlener. En ik help natuurlijk graag een handje mee. Ik heb nog nooit de binnenkant van een scherm gezien. Heerlijk, heerlijk, ja, ja man. Ja, ik zie het ook echt aan je. Heerlijk, ben gesloopt. Alle woede eruit. Aanrader? Zeg je? Aanrader. Ja, 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 zeker, zeker weten. Oké. Okay. Alright, wat? We missen nog één ding. Oh, fuck. Moet ik kapot? Sla maar. Lekker man. Niks heel overblijven hier natuurlijk. Oké. Okay. En heeft jouw omgeving nooit de hulpdiensten ingeschakeld? Of? Jawel, vroeger kwamen er wel altijd wel mensen bij ons thuis. Hulpverleners en zo, maar ze deden niet goed hun werk of zo. Het is voornamelijk mijn moeder die praat en zo, maar ze gaan niet één op één met de kinderen. Dus je bent dan in één kamer met je moeder en met de kinderen. Oh, dat meen je? Ja, en dan... Als de moeder wat zegt, dan gaat hij daarvan uit. Maar niet wat de kinderen, want wij waren gewoon stil. Maar op wat voor manier waren zij dan ingelicht, denk je, als zij daar thuis kwamen? Ik denk door huiselijk geweld voornamelijk. En als je dan alleen een moeder ziet, dan zou het toch de moeder moeten zijn? Ja, maar ik denk dat je dan, als er hulpverleners komen bij mensen die bijvoorbeeld thuis problemen hebben, dat ze meer één op één met de kinderen zelf moeten praten, ja, in plaats van waar de ouders bij zijn. Dus, want als je als kind zijnde iets slechts zegt waar je moeder bij is en die man gaat weg, dan ben je wel de lul. Is dat ook waarom je meedoet eigenlijk? Waarom je verhaal wil doen? Ja, voornamelijk ook wel dat. Ja, ik vind dat er veel meer, veel beter moet worden nagekeken naar hulpverleners. Dat ze hun werk wel goed doen. Ik heb geluk dat Cadera het wel bijvoorbeeld wel zo is. Dat zij wel goed hun werk doen en zo. Maar er zijn ook heel veel instanties die er gewoon lak aan hebben. En die gewoon hun werk doen, maar niet... echt gefocust zijn op de persoon zelf met wie ze praten.
Terwijl dat wel de kern is. Ja, ja. Ja, je moet eigenlijk mensen helpen die problemen hebben. En niet gewoon lak eraan hebben. Een lijstje afwerken. Ja, ja. Hoe ziet jouw leven in een mannenopvanghuis eruit? Ja, gewoon heel normaal. Ik kan werken als ik wil, ik kan gewoon naar school gaan. Je doet gewoon eigenlijk alles wat je normaal ook zou doen. Alleen, soms heb je gewoon een afspraak met ze en dan ga je kijken naar de dingen wat je nodig hebt bijvoorbeeld. Of gewoon waar jij je leven beter op een rit kunt krijgen. Wat zijn dingen die we kunnen doen om mannenmishandeling minder onzichtbaar te maken? Erover praten. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want het blijft toch heel vaak verborgen. Mannen praten er niet over. Maatschappelijk praten we er niet over. Dus maatschappelijke aandacht voor dit fenomeen is heel belangrijk. Maar natuurlijk ook hulpverleners informeren. En dan niet alleen de hulpverleners in de aanpak van huiselijk geweld, maar ook politieagenten, huisartsen, maatschappelijk werkers, scholen of opleidingscentra. Brede aandacht vragen voor het onderwerp. En laten zien dat dit iets is wat er gewoon is en waar we aandacht voor moeten hebben. En wat ook niet per se heel bijzonder hoeft te zijn, maar wel ook gewoon goede hulp voor moet zijn. En die reclamespotjes, daar moet ik nu aan denken. Die gaan ook altijd over vrouwen of ouderen. Ja, je ziet dan altijd misschien wel spotjes waarin vooral ook daar weer vrouwen heel erg als een slachtoffer neergezet worden of kinderen. Maar dat kunnen dus net zo goed ook, kun je ook een man voor filmen, alleen dat gebeurt toch vaak niet. Zijn er dingen die jullie doen om dit bewustzijn ook te vergroten? Ja, meer kennis over mannenmishandeling is misschien wel ons belangrijkste doel naast het bieden van hulp uiteraard. En daarvoor hebben we een website met elkaar gemaakt, mannenmishandeling.nl. We hebben ook een signalenkaart, signalenkaart.nl, waarin mensen kunnen zien wat voor signalen horen bij huiselijk geweld. En kunnen kijken of dat wat zij meemaken misschien wel huiselijk geweld is. Oh. En het derde wat we hebben is een magazine, wat binnenkort wordt uitgebracht. Waar heel duidelijk ervaringsverhalen in staan, veel kennis over het thema en wat we zo breed mogelijk willen gaan verspreiden. Oké, dus je bent op een hele missie. We zijn op een missie, zo is het. Hey. Er moet duidelijk nog een hoop gebeuren. En dat begint al bij bewustzijn onder hulpverleners en in campagnes. Laat daarin ook mannenmishandeling naar voren komen, zodat het geen maatschappelijke blinde vlek blijft. Mocht je dit zelf meemaken, praat erover. Weet dat je niet alleen bent en dat er mensen klaarstaan om jou te helpen. Want feit is en blijft dat er jaarlijks bijna evenveel mannen als vrouwen worden mishandeld. En dat moeten we gaan inzien.